En hallo iedereen, welkom terug bij een nieuwe video op Banjotown. Ik ben de gast hier, Jordi. En ik ben hier samen met... Met mij, hallo iedereen van de wereld. Ik denk dat ze het eigenlijk ook wel weten, want als je naar de titel hebt gekeken, zie je daar staan. Jordi versus ik en alle nieuwe serie op Banjotown. En dit keer gaan we eigenlijk verder met waar Bardo versus Jordi was gebleven. Want Rick, kende je Bardo versus Jordi nog? Ik ken Bardo versus Jordi nog, natuurlijk. Wie niet? Tuurlijk. En we hebben hem nooit afgemaakt. Want eigenlijk het idee van Bardo versus Jordi was vijf afleveringen. En dan kijken wie er het meest van zou winnen. De eerste die 3 keer had gewonnen, die zou zeg maar de serie winnen. En uiteindelijk was het 2 voor Bardo en 1 voor mij. En uiteindelijk hebben we dus die serie nooit af kunnen maken. Oh. En wij gaan er eigenlijk een soort van mee verder in deze video. Alleen, het is een iets andere vorm. Wat wij zijn maar doen is, iedere week spelen wij een bepaalde game. Er komen 3 video's in de week. En dus eigenlijk wie 2 daarvan wint, die is de winnaar voor de week. Ja. Dus en die is de beste in die game. We gaan dus nu T-Roll spelen en binnenkort is dat misschien een Minecraft of een Portal of een andere game. Of een andere game, precies. We hebben een heel lijstje staan, die heb ik hier liggen. Ja, ik kan het wel opdoemen, maar dan gaat dat te ver, weet je. Maar we hebben in ieder geval een heel lijstje staan met games en we staan die we blijven spelen. Natuurlijk, daar zal misschien ook binnenkort denk ik wel Call of Duty onder vallen. Dus, oh, dat is tof. Dan weten we in ieder geval wie er gaat verliezen en dat ben ik hier zo. Maar without further ado, let's begin. Rick? Yes! We weten wat voor server we in gaan. Dus let's go. Nummer 2, toch? Ja, laten we beginnen. Dit is een game die is al een keer op Banjo geweest. Oh, hey, Jordi Love, Pimo en Albert Verlinde. Ik vind het ook zo mooi. Mijn clan heet RTL4. Ja. Okay. Dit is echt een top game, mensen. Oh, Rick, druk eens op shift. De game is veranderd. Druk op shift. Wat is er veranderd? Ik wil niet op shift drukken, dan schiet je me dood. Nee, niet op, druk op shift. Nee! Druk op shift, dan zie je het. What is dit? Sorry! Wat? Sorry! Oké, nou in ieder geval, we moeten elkaar vermoorden, dat is het idee. Het gaat goed dit! Nee! Sterf, Albert Verlinde! Hoe zit je van wapens? Hoppa! Scrollen. Oh, oké. Het hele idee is 2D, je hebt een hele coole grijphaak en je hebt wapens. Oh ja, ik ben even weer helemaal aan het inkomen hier zo. Dit is echt irritant, zeg maar. En het grote wapen is het ninja-zwaar, die spant af en toe in het midden. Ja, nee, maar dat verschilt per map, hè? Dat verschilt per map. Niet alle maps hebben het ninja-zwaar. Nee, je mag je eigen map maken in dit spel, dat is wel tof. En bijna iedereen, eigenlijk gebruiken we bijna altijd de rocket launcher. Dat is gewoon een gegeven. Fucking Albert Verlinde. Oh, fuck, ik zit mezelf te damage, joh. Waar ben je, Albert? Kom hier, moeder. Oh! Voltreffer! Ik hoop dat dit kijkt. Dit is wel echt intens, Rick. Is jou helemaal ook op? Fucking! Kom niet! Sterf! Nee! Oh, fucking, ik ben hier echt slecht in, heb ik zo het gevoel. Ik was hier super goed in vroeger. Hoe kan dat nou weer? Ik maakte jou en Bardo echt altijd keihard af in dit spel. Ik ging je wel vanuit dat je dit potje ging winnen, maar het kan nog. Ja, maar... het kan nog. Je hebt 2 punten. Het potje duurt 10 minuten. Wat is dit? Nee. Ik ben echt slecht met dit wapen. Dat is het enige probleem. Het is een heel goed wapen, maar ik ben er fucking slecht mee. Je maakt me nog dood in dit pak, joh. Ah, fucking hell. Vieze flikker dat je bent. Lekker eentje, ga echt dood, jongen. Nee! Nou, dat is de eerste. Wauw, dat duurde lang. Ik had een ninja-kostuum. Dit mag niet, van de ninja-kostuumregels. Ja, hey! Rustig, Jordi. Rustig. Wat? Doei. Ah, fuck! Fucking hell! ik haat je. Dat mag, weet je. Dat is wel... Haat is toch wel het main team van deze serie, toch? Ja, eigenlijk wel. Ook kan er haten. Vrienden met een haat-liefde relatie. Fuke! Oh, jij was degene die out of bullets was. Ik dacht dat ik dat was. Nee. Ik hoorde dat geluidje. Ik denk, oh nee, out of bullets, what the fuck. Oh, duh. Hey, Jordi. Hey, ik pak ook een leuke raketten lanceren. Ja, ik pak even alle hartjes op. Waarom zou je dat doen? Huh? Ja. Ho. Hey, waarom doe je dat? Waar slaat het op? Soms ben ik eventjes mijn eigen veiligheid boven pakken. Vind ik die schildjes pakken altijd wel fijn. En dan mijn eigen veiligheid. Oh, fuck, hij is weer leeg. Jordi, nee! Nee, jij gaat me toch hebben nu. Oh! Wow, ik kan nog 1 hartje over. Nou, oké, dan weet je dat in ieder geval. Voor als je straks langskomt. 1 hartje hier zo. Schouw me. Hoe staat het? Het staat 4-4, jongen. Waar was je ook weer? Waar ben je nu? Dood. Oh, kut! Oh, what the fuck!
Fuck, hoe kom ik? Huh, omhoog! Nee! Ik kan hallo, niet! Ik ben hier! Hallo! Ik ben slecht met dit ding! Ah, tyfus! Ik dacht, ik ga je nog pakken, zeg maar het lukte niet. Oh man, dit is wel intens, hoor. Ik ben echt bijna dood, joh. Die had me kunnen hebben, man. Ik had echt één hartje. Ik dacht, ik zeg maar niks, want dan gaat hij heel zelfverzekerd op me af. Maar... ja, ik had hem nog steeds, hoor. Je bent altijd zelfverzekerd. Dat is het probleem met Jordi, hij is er zelfverzekerd. Daarom mag hem. Godverdomme. dit is niet cool. Hoe de fuck kan ik hier zo erg in falen? Jordi, stop met die dingen pakken daar! Stop daarmee! Nee, dit staat mijn hartjes! Daar moet ik van gezond zijn! Wat zou ik de tussenstand? Flikker op! Wil je de tussenstand weten, Jordi? Ben je geïnteresseerd in dit soort feiten? Ja, jij staat voor. Dat weet ik. Jij staat nu met 3 punten voor. Woe! Interessant. Dat zijn de feitjes die ik graag hoor. Ja, wat je niet wist. Wat je niet wist, Rick, staat voor. Ja, ja. Wil je nog een wat je niet wist over... maak een wat je niet wist over de leden van Banjo Town. Ik zou het kijken. Oh, die was wel mooi. Ik ben heel eerlijk, die was mooi, Rick. Die maak een wat je niet wist over mij, Jordi. Doe het. Wat? Wat wist ik dan niet? Je wist over Rick. Ik weet dat je kleine penis hebt. Dat je best wel slecht bent in sommige spellen. Ik heb zijn moeder geneukt. Ja, dat wat je niet wist. Ja, en nu staat het weer gelijk. Nee, ik heb nog 1 punt meer. Echt waar? Ja. Het staat gewoon, zeg maar, rechts onder in je scherm. Staat het gewoon. Oh, daar staat het. Ik loop zeg maar de hele tijd op tap te drukken. Op de kalf doet hij in de andere manieren, zeg maar. Gewoon op tap drukken. Oh, fuck. Fuck. Nee! Fuck! Ja, zeg dat wel. Een halverwege en ja, er is een tussenstand gevormd. Weet je eigenlijk dat het niet eens zwaard spant? What the fuck, jongen? Echt? Ja, blijf maar lekker daar, mongol. Echt, jongen. Je bent zo slecht met dat ninja zwaard. Ik maakte jullie altijd dood met dat ninja zwaard. Ja, dat is maar beter als jij hem gewoon helemaal niet krijgt. Want jij gaat echt 3 kills tegelijk pakken als ik dat ding helemaal heb. Voor de verandering pak ik maar gewoon een verkeerde gewone gun, omdat hij niet leeg is. Fuck! Fuck me. Fuck me sideways. Graag. Dat zei Depper altijd, weet je nog, van Dexter? Fuck me sideways! Ik ken het wel van iemand, maar Dexter? Ja, van Deborah. Wow, Dexter! Ik was altijd vet goed met dat zwaar, met dat wapen, alleen nee. Nee, gewoon nee. Ik heb zo'n gevoel dat Sax het ninja zwaard verspant. Hoe zie je dat eigenlijk dat hij spant? Magier zijn, toch wel. Ik vond al die shot best wel fijn, kan ik me herinneren. Fuck! Jij zit voor! Ja! Met 2 punten! Help! Ja, 2 punten. 2 punten. 2 gouden munten. 2 gouden munten. Waar is het ook alweer? 2 gouden munten. Waar is dat van, Rick? Zeg het me. Dat is van SpongeBob SquarePants met die aflevering van de Vliegende Hollander. Dat ze dingen gaan verkopen of zo, zoiets. Dat is een schatkaart van meneer Krabs en dat is een schat van de Vliegende Hollander. Godverdomme. En dan willen ze een schat en dan krijgen ze allebei 2 gouden munten. En meneer Krabs die krijgt plastic. Krijgt een plastic replica van de kist. Ik kan me die wel goed herinneren, zeg maar niet echt zo helemaal meer. Fuck! Jordi, waarom? Ja, ik begin er weer een beetje in te komen, maar ik heb het gevoel alsof ik iets mis, zeg maar. Mis je mij? Heb je dat niet als waard? Misschien. Waar ben je? 2 gouden munten! Het is handiger, normaal gesproken ben je met vet veel mensen, dan is het niet als waard vet chill, alleen je weet gewoon niet waar je bent nu. Hoi! Oh fuck, het is alweer weg! Kom op! Fuck! Het gaat best wel goed zo eigenlijk. Nee. Hoe vaak heb je al dat Nia zwaard gepakt? 4 keer of zo? Ja. Ik heb 3 kills ermee gemaakt. Dat hoor je echt in 1 keer te kunnen maken met dat ding. Daar is hij tenminste voor bedoeld. Het gaat alweer redelijk. Ja, wat vind je dat, joh? Hoe kom je bij die gedachte? Dat het redelijk omdat gaat. Omdat ik voor sta. Huh? Huh? Wat is dat nou weer? Voorstaan. Oh. Dat is wat Jordi niet doet, haha. Nog steeds hoor. Nou, niet voor lang. Albert. Hey, ga je me dan zo doen? Ja. Albert, als dat je echte naam is. Mijn echte naam is Rodriguez. Esteban Rodriguez, Nacho. Rodriguez, Nacho Grande. Fuck! 2 gouden munten! Plastic! Je dacht zeker ook dat het niet aan zwaar te pakken, hè? Nee.
Kom jij er weer bij? Oh! Oh, wat is dat? Oh, multi... Multi kill. Heeft hij dat niet... Ja hoor, doei. Echt, zo jongen. Zo met het DS-waard win ik niet van Jordi. Oh! Pak hem! Ah, fucking hell. Hoe de fuck kan je dit niet eens waar? Waar spant hij eigenlijk überhaupt? Ja, ik heb hem nog nooit gezien. Dat weet ik, Jordi. En dat is mijn hele strategie op berust. Dat jouw onkennis van het Nia's waard. Ah, fucking hell. Dat is de reden dat ik jou niet hoor. Voltreffer. En toen waren mijn kogels op. Hé, hey, mijn kogels ook al. Ah! Nee! Houdt hij me nog? Tof dit. Zeer tof. Zeer toffe game. Mensen, dit is trouwens een gratis game. Oh ja, je kan hem downloaden, dat ook. Gratis. En het is fucking leuk. Gratis en voor niets. Het is veel leuker dan iemand is de game gejoined, Rick. Iemand is de game gejoind. Dit is niet cool. Wow, dit is onze game. Dit is onze game. Team met mij, dude. Ik ben goed. Fucking, ik dacht... Oh nee, als er een kogels in zaten, ik had je kapot kunnen maken, Jordi. Ah, ik zeg dat hij hacks. Waar is hij? Nummer 3. Hij is een hex. Wat is dit nou weer voor poesje? Nummer 3! Meneer 3! Hij heeft nog geen kills, want hij staat niet bij de score ook. Nou ja, hij is noob. Interessant. Hij is noob. Straks pakt hij dat niet aan zwaar, het maakt hij ons allemaal met die af. Die kut. Hij pakt straks met die poes, hij is echt een record! Oeh, ik heb hem. Kom hier, motherfucker! Pakken, Jordi! En wie heeft er gewonnen? Jordi, yes! Applaus, applaus, chapeau. Applaus voor Jordi. Oh, maar met twee puntjes. Nou, wat een gekke geit, Rick. Wat een gekke geit. Gaan we het volgende potje in een potje met heel veel mensen dan? Ja, ik stop ermee, want ik heb nu gewonnen. Het vervolg is woensdag. Het vervolg is woensdag. Maandag, woensdag, vrijdag. Jordi, zullen we het even doen dat jij morgen dan heel expres verliest en dat we dan spannend houden? Oh ja, laten we dat vooral doen dan. Goed idee. Ik heb ook zo het gevoel dat ik morgen, of morgen, de volgende episode, ik echt ga verliezen, want... Ik weet niet, het was nu ook een heel erg kantje boord, was, zeg maar. Het was kantje, maar het was ook omdat ik die voorsprong had in het begin, dus... Ja, klopt, maar je had ook de hele tijd het Nia's waard, dus... Ja. Dat is ook iets anders. Dat is zeker, joh, die had ik zeker. Nou, rond de video maar af. Bedankt voor kijken bij deze aflevering. Geef even een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Heb je nog andere suggesties van games van... Hey jongens, die moet je versussen, dus een game die een beetje makkelijk te landen is. Laat het zeker even weten en dan zien jullie woensdag weer bij een nieuwe Jordi versus Rick. Of Rick versus Jordi, wat doen we eigenlijk? Bardo zei het altijd Jordi versus Rick, maar Rick versus Jordi is ook goed, maar... De mond, weet je, die naam Rick. Prachtige naam. Bedankt kijken, tot woensdag. Doei.